Nog even en dan staan de vrienden van Geert op de stoep. Maar bij Vera zit er nog iets dwars. Alleen in België hebben ze een wat andere regeling. Gezien de overvolle gevangenissen, dat er een tijdelijke andere maatregel moest komen. Nou, wat betekent dat nou effectief gezien? Goed. Ik ben zenuwachtig. Nee, maar ik wil jou wel even spreken. Tuurlijk. Ik kan. Ja? Ja, kom maar. Gevangen. En dan gaan die 6 weken nog af. Ik vind het helemaal niet leuk om te zeggen. Maar ik heb net heel lang onder de douche staan. Ja. En ik dacht, ik moet wel eerlijk tegen jou zeggen. Want anders dan hou ik iedereen voor de gek. Mezelf en jou. Ja, ik vind mezelf echt vreselijk. Ik ben echt zo'n twijfel. Nee, je hebt niks. Maar ik vind jou echt wel een superleuke man. Maar ik denk niet dat er een liefdesrelatie tussen ons gaat ontstaan. Nee, dat gaat niet ontstaan. Oh. Daar wees ik op aan. En van mijn kant ook niet. Oh, gelukkig. Nee, dat ging niet gebeuren. Oké, nou, dat is goed. Dus dan zien we het er toch over eens. Ja. Nee, zo weet ik. Ik dacht, je moet het gewoon wel even weten voordat je het beslist. En anders dan is het niet leuk voor jou. En zit die ruis nog op de lijn tussen Angela en jou. En jij moet haar wel. Nee, maar ik heb mijn keuze gemaakt vandaag, okay. Maar ik wist dat wel. Okay. Dus dan zien we er allebei te over eens. Is toch goed? Hè? Ja. Ja, ze weten het toch? Ja. Prima. Oké. Okay. Ja. Gaan we nou wel of niet een hoger beroep en wat gaan we dan naar buiten brengen? Ik wil even een auto wegzetten. Ja. Van Remco. Doe maar. Ik schakel hem en het collega's in als wij zaken hebben in België. Maar hij kan het ook. Oh, oké. Okay. Dus zo is dat. Zijn tegen jezelf. Ja, tegen jou, alles en iedereen natuurlijk. Nee, alleen tegen jezelf. Ja. Ja. Het is gewoon moeilijk te vouwen, hè, liefde. Hey. Hey. Kijk hier. Hey. Hoi. Hey. Hallo. Wat is hier aan de hand? Ja. Er werd er eentje vertrekken, hè? Zo was het niet helemaal bedoeld. Nee, maar ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar het is ook maar beter zo, eigenlijk. Ja? Ja. Zij wist niet wat ze wilde. Maar ja, ik had er wel in de gaten dat dat niks ging worden. Zo wispelturig is, dan werkt dat niet. Dat paars niet met mij, dat wispelturig. Ik hou meer van, wat dat betreft, één lijn. Dus ja, daar zijn we allebei over eens. En jij zit hier gewoon een beetje naar de televisie te kijken. Ja, ik wist dat. Je had het niet verwacht, nee. We hebben naar het gegeten. Je had niet verwacht dat ze op zou stappen? Nee. Je denkt, waar ben ik nou in beland? Ik ben inderdaad weer eens eten, ja. En dan zetten we je op de bank en dan kom jij binnen. Ja, dat is ook ernstig gewoon. Het kan snel gaan. Nou, ik hoop wel echt serieus dat hij ziet dat jij een bijzonder mens bent. En dat hij zichzelf die kans geeft om dat te zien. Oh, hier zie je ze dan. Oh. Hey. Hallo. Er is iets helemaal anders gelopen dan bedacht. Ja. Vertel. Ik ben er gewoon gedurende de dagen dat ik hier ben achtergekomen dat ik Geert heel leuk vind, echt. Dat vind ik ook echt. Maar ik weet ook dat ik geen liefdesrelatie met hem krijg. Gaat het? Het is zo dubbel. Wat? Ja, gewoon. Wat voel jij dan? Ja, dat is nu juist. Ik vind Geert heel erg leuk en dat heb ik ook al tegen hem gezegd. Ja, hij heeft mij wel dingen gevraagd. En dat vind ik nou heel vervelend om te zeggen. Nee, maar dat kan.
Hij weet echt wel wie ik ben nu, na deze week. En wij hebben wel heel veel raakvlakken in ja, hele simpele dingetjes. Nou, lieve schatje. Hou je duim? Ja, jij ook, schat. Ik wens je de best. Ja, ik jou ook. Ik duim voor jou.